Graag wil ik met je delen wat God op mijn hart heeft gelegd over het thema vergeving. Dit is een hele belangrijke sleutel om echt vrij te kunnen zijn. Kijk je mee? Vandaag staat vergeving centraal. Vergeving is misschien wel het moeilijkste wat we kunnen doen. Maar als je het eenmaal doet, is het ook het krachtigste wat je kunt doen. Misschien kennen jullie het lied wel, maar als er vergeving is, kan er genezing zijn. Van de pijn en het verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, dan kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. En dat is precies wat Jezus ons voorhoudt. Hij wil ons herstellen. En dat gaat niet buiten vergeving om. Als ik kijk naar het leven van Jezus, dan hangt Jezus aan het kruis. En hij wordt door zijn vijand aan het kruis geslagen. En weet je wat hij zelfs nog zegt? Te midden van die pijn, te midden van die verlatenheid, te midden van daar hangen voor de zonde van de mensheid. En dan roept hij dit: Vader, vergeef het hun. Als hij dit kan, te midden van zijn ergste dieptepunt in zijn leven, aan het kruis. Hè, dan kan hij ons ook helpen dat wij leren om een ander te vergeven. Misschien zeg je, Esther, het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk om te vergeven, want jij weet niet wat mij is aangedaan. Ja, maar was het wel eerlijk voor Jezus? Was het wel eerlijk dat hij ze vergaf? En was het wel eerlijk voor Jezus dat hij al jouw zonden vergeeft en je verkeerde dingen vergeeft? Dat is ook niet eerlijk. Maar hij wil ons helpen om te vergeven. Weet je, als we niet vergeven, zetten we onszelf vast. En we hebben het niet eens in de gaten. Vaak denken wij, als ik vergeef, dan bevrijd ik iemand uit de gevangenis. Nee, weet je wie je werkelijk bevrijdt uit de gevangenis? Dat ben je zelf. Want zelf kun je vast komen zitten in gevangenschap zonder dat je het in de gaten hebt. Ik heb iets heel moois meegenomen. Ik heb iets meegenomen en misschien ken je het nog van vroeger. Monopoliespel. Wie kent dat nog van vroeger? Dat we het speelden, ja. En vroeger speelden we dat altijd op vrijdagavond en dat duurde heel lang door. En dan had je zo dat hele bord daar liggen en dan had je kanskaartjes. En dat vond ik altijd geweldig. Want stel je voor dat jij met je pionnetje vast kwam te zitten in de gevangenis. Hè, dan moest je wachten op je kanskaartje. En weet je wat er op dat kanskaartje stond? Daar staat dit op. Verlaat de gevangenis zonder te betalen. En dat is nou precies wat Jezus doet. Hij zegt, ik draag de schuld. Ik betaal voor alles wat je hebt gedaan. Ik betaal voor de pijn. Ik betaal voor alles. En jij mag die gevangenis verlaten als je ervoor kiest. Ook daar kom ik weer op die keuzevrijheid. Willen we dat? Vergeving zet je vrij. Denk daar eens over na. Misschien ken je het gezegde wel. Het is lastiger om de oorlog uit een kind te halen dan een kind uit de oorlog. Zo is het ook met gevangenschap. Het is lastiger om iemand, de gevangenis uit iemand te halen, dat vastzitten uit iemand te halen, dan iemand uit de gevangenis te halen. Misschien kan je van buiten gevangen zitten en van binnen vrij zijn, omdat je durft te vergeven of kan vergeven. Vergeven gaat heel diep. En vergeven is eigenlijk dat je zegt, ik geef het vergeldingsrecht op. Oké, die ander, misschien verdient hij het niet in jouw ogen. Maar hebben wij het verdiend? Hebben wij het verdiend in Jezus' ogen? Vergeving betekent ook erkenning opgeven. Vaak wachten we daarop dat die ander naar ons toe komt, want die ander heeft ons iets aangedaan. En dan blijven we vastzitten en blijven we wachten tot die ander naar ons toe komt. Maar vergeving is vergelding opgeven, wraak opgeven, erkenning opgeven. Vergeving is eigenlijk gewoon zeggen, ik weet dat ik zelf ook zonde doe. Ik weet dat ik zelf ook fouten maak. En ik weet dat ik andere mensen ook beschadig. Ik weet dat ik zelf het ook niet altijd bij het rechte eind heb. Maar ik neem uw vergeving aan en ik kies ervoor. Vergeven is een wilsbesluit. Een besluit wat je maakt met je wil. Ik kies ervoor om die ander te vergeven, wat hij me ook heeft aangedaan. Vaak denken we, dan verwarren we het, ja, maar als je vergeeft, dan praat je de zonde goed.
Maar dat is niet vergeven. Vergeven is niet de zonde goed praten. Vergeving is ook niet dat God niet boos is over de zonde die jou is aangedaan. Of dat er misbruik van je gemaakt is. Of dat er iets tegen je heeft gekeerd. Dat is ook niet vergeving. Vergeving wil ook niet zeggen dat het er niet toe doet. Dat er geen erkenning is voor je pijn. Dat wil het allemaal niet zeggen. Vergeving is een wilsbesluit dat jij zegt, ik kies ervoor om het los te laten. Het is niet meer mijn zaak, maar ik geef het over in de handen van de rechter. Heer, u bent vrij om hierover te schikken. U bent vrij daarover. En dat is vergeving. In Lucas staat er een hele mooie tekst. Er staat in Lucas dit, Lucas 6. Maar heb uw vijanden lief en doe goed. En dan even later staat in vers 37, en oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en je zult niet veroordeeld worden. Laat los en je zult losgelaten worden. Jij laat los. Door te vergeven kies je ervoor, ik laat die ander los. Ik laat die bitterheid los. Ik laat los die wraak. Ik laat los die haat. Ik laat los. En weet je wat er dan gebeurt? Dan word je zelf bevrijd van binnen. Dat gaat heel diep, vergeving. En er zitten ook niveaus in vergeving. En vergeving betekent niet dat je dan opeens weer in een nauwe relatie met iemand hoeft komen te staan. Het betekent niet hersteld vertrouwen. Vaak verwarren we dat met vergeving. Ja, nu heb ik vergeven en nu is dat vertrouwen weer hersteld. Terwijl vertrouwen moet iemand ook, hè, dat moet weer groeien en dat moet iemand ook verdienen. Want het betekent niet dat je weer met diezelfde persoon overweg hoeft te gaan. Maar je hebt hem wel vergeven, je hebt hem losgelaten, je hebt hem overgegeven in de handen van God. En je hebt gezegd, ik oordeel niet meer. Ik oordeel niet wat hij me heeft aangedaan en ik veroordeel hem niet meer. Ik geef het terug aan u. Weet je van wie ik zoveel kan leren? Dat is van Nelson Mandela. Hij heeft 27 jaar in de gevangenis gezeten als een vrijheidsstrijder. Onschuldig als het ware. En hij zat daar die jarenlang in gevangenis. En toen op een gegeven moment heeft een verslaggever hem gevolgd. En die man die dacht, ik wil weten, wat is zijn gevoel erbij? Heeft hij geen boosheid? Heeft hij geen verdriet? Heeft hij geen angst? Dus hij heeft hem opgezocht na verloop van tijd. En hij stelde die vraag aan Nelson. En hij zei, Nelson, ben jij niet bang geweest? Oh ja, zegt hij, ik ben wel bang geweest, want ik wist niet meer hoe ik buiten de gevangenis moest leven. Ik was zoveel jaren gewend geraakt aan de gevangenis. En toen zei hij, ben je niet ontzettend boos geweest op de gevangenbewaarders en op die je hebben vastgezet? Heb je geen haat gehad? Ben je niet woedend geweest? En toen zei hij, ja, eerst heb ik dat toegelaten, totdat ik dacht, ja, maar als ik vast blijf houden aan die boosheid en aan die woede, dan zal ik, ook al ben ik in de vrijheid, zal ik van binnen nooit vrij zijn. En toen heb ik het losgelaten. Weet je, dit is het grootste geschenk. Niet wat je die ander kan geven, maar wat je jezelf kunt geven. Als jij bereid bent om door die vergeving heen te gaan. Weet je, gevangenschap kan ook heel vertrouwd voelen. We kunnen soms vastzitten aan iets en dat kan heel vertrouwd voelen. Hè? Nelson zei, was je niet bang? Ja, ik was wel een beetje bang, want ik weet niet meer hoe het buiten de gevangenis was. Dus het kan zijn dat er nog onopgeloste issues in je leven zijn. Dat je eigenlijk niet eens weet meer hoe je buiten die gevangenis moet leven. Dat je nog steeds heel diep van binnen die wrok als dat meisje koestert. Wat jou is aangedaan. En dat God zegt, durf je het los te laten? Kun je het loslaten? En kun je mij vertrouwen dat ik de zonde met de zonde ga afrekenen? Dat Jezus aan het kruis kan zeggen, Vader vergeef het hen. Weet je waardoor hij dat kon zeggen? Omdat Jezus verder kan kijken dan ons. Hij zag dat ze ook reageerden vanuit hun eigen gebrokenheid. Hij zag dat ze reageerden vanuit verwarring en vanuit gewondheid. En vaak zien wij het niet, omdat wij nog kijken naar onze eigen pijn. En wij zien alleen wat die ander ons heeft aangedaan. Dat is wat we zien. En elke dag dat jij in de gevangenis zit, in die gevangenis van niet kunnen vergeven, is een dag te lang. Want dan heb je een dag het zonlicht, heb je die genade niet kunnen pakken. En kun je die genade pakken? Hij zegt, ik heb dit voor jou en ik geef je een nieuwe kans. En ik geef je een kanskaartje, verlaat die gevangenis zonder te betalen, want dat heb ik al gedaan. Ik heb betaald, zodat jij vergeven bent. Ik heb betaald, zodat jij in de vrijheid kan wandelen.
Maar ben jij bereid om mij te vertrouwen en durf jij het te accepteren in, hè, door mijn zoon, door het offer van Jezus Christus? Daarmee is alles betaald. Misschien zit jij al zo lang gevangen tussen die muren. Muren van oordeel, muren van aanklacht, muren van misbruik, muren van mishandeling, muren van woede, muren van haat. Noem maar op, alles wat jou gevangen kan zetten. En voel je wel die frisse wind en voel je wel de liefde van God en voel je wel die zon en krijg je je eten wel en je drinken wel. Maar daar heeft God je niet voor bedoeld. Hij wil iets doen in jouw leven. Hij wil je vrijzetten. Als er vergeving is, dan kan er genezing zijn van die pijn en het verdriet diep van binnen. Dan kan er een herstel zijn diep van binnen. Maar zijn wij bereid om dat stukje aan Hem over te geven? Zijn wij bereid om los te laten? En weet je wat er dan staat? Als jij loslaat, als jij bereid bent om te zeggen, Heer, ik vind het ontzettend moeilijk. En het is onrecht. En ik ben er verdrietig over. En het heeft me geraakt. En het heeft me beschadigd. Maar benoem het openlijk naar Hem. Benoem het openlijk. En vraag dan aan Hem, want je kunt het niet alleen. Vooral niet als je heel lang hierin vast hebt gezeten. Vooral niet als dit iets is wat jouw leven heeft gevormd. Iets wat jouw mensbeeld misschien heeft gevormd. Iets wat jou misschien heeft doen afkeren richting mannen. Of richting familie. Of richting wat er ook is gebeurd in je leven. Maar vraag Hem of Hij jou wil helpen om één stap verder te gaan dan je ooit bent gegaan. En het mooie is, Jezus heeft dat al voor ons bewerkt. He, vergeving is de sleutel. Vergeving is de sleutel. He, van je handboeien. Vergeving is de sleutel om de gevangenis te openen. En om jou vrij te zetten. Om te zeggen, het is de tijd. Het is de tijd. Weet je welke mensen je het meeste pijn kunnen doen? Mensen voor wie je je hart hebt geopend. Wat heel dichtbij komt. Die kun je meer zeer doen dan mensen van veraf. Want daar heb je je hart wijd voor geopend. He, daar heb je als een kind ontvangen. En op het moment dat je daarin beschaamd bent geraakt, op het moment dat je niet hebt gehad wat je had horen te hebben van een vader, van een moeder, van een naaste, van je vrienden, van je familie, dan kun je je hart afsluiten en dan kun je zelfs een muur ervoor zetten van ik laat niemand meer toe. Ook dat kan voelen als een gevangenis. Weet je, Jezus zegt, ik wil jou een sleutel geven. En vergeving is zo'n sleutel die jij mag gebruiken om de gevangenis te ontsluiten en om in de vrijheid te gaan wandelen. Wat ik zo mooi vind aan Jezus, is dat Hij ons iets leert. Hij leert het bidden. Hij leert ons dit eenvoudig bidden. Hij zegt, Heer, onze Vader, mijn Vader, jouw Vader, die in de hemelen is, zo ver weg, maar ook zo dichtbij. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En wat zegt hij dan? Dan leert hij ons dat gebed bidden. En vergeef ons onze zonden. Dat zegt hij eerst. Vergeef ons, vergeef mij mijn zonden. En dan zegt hij erachteraan, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is een volgende stap in het gebed van het Onze Vader. Zo vaak hebben we het gebeden, misschien zonder gevoel, zonder dat we over na hebben gedacht. Maar we hebben het zo vaak geroepen. Heer, help mij om dit te kunnen. Help mij om deze belangrijke stap te nemen. En dan zegt hij, en ik wil jou helpen. Ik wil jou helpen om die gevangenisdeuren te openen. En waar jij het niet kan, zegt hij, pak mijn kanskaartje aan. Want ik wil dat jij eruit tevoorschijn komt. We gaan zo kijken naar het verhaal van Lise. Een verhaal wat gaat over vergeving. Een verhaal waarin zij getuigt hoe zij hiermee om is gegaan. Het is een lange weg. Hij heeft ook gezegd, vergeving is een lange reis. Vergeving is een lange reis. En het gaat niet om het eindstation, maar die reis wordt nu al ingezet. En elke keer passeer je een stationnetje van vergeving. En elke keer gaat het een stukje dieper. Elke keer gaat dat proces dieper. Totdat je uitkomt op het eindstation. Kijken jullie mee naar het verhaal van Lise. Vergeven is iets wat door heel je leven is verweven. Dus dat is niet alleen als mensen naar je toe komen zeggen, het spijt me. Maar vergeven is altijd aanwezig. Het heeft eigenlijk
niet zozeer met de ander te maken. Ik als persoon, als Lize, heb ook meegemaakt dat je gewoon ontzettend veel pijn aangedaan kan worden. Met je goede bedoelingen wil je juist verbinding tot stand brengen, maar loopt het uit op nog erger en dat het een verbreking wordt. En dan, ik kwam ook in een situatie waar je zo alleen gelaten wordt en zo dingen gebeuren die je niet voor mogelijk, die ik niet voor mogelijk had gehouden. Heel mijn leven is God in mijn leven, dus ook in dit proces was God daar wel als vader. En ik wist wel dat ik ontzettend veel van de ander hield en van allemaal. Maar ik wist ook wat ze deden, dat dat niet oké was. Dat dat gewoon ja, dat er geen vertrouwen was om naar mij te luisteren. Geen liefde, geen ja, dat nooit geleerd was. Dus ik was alleen met mijn emoties. En wat ik wel echt heb ervaren, is dat ik daar tijd voor nam. Ik merkte een nieuwe soort rouw. Niet zo rouw dat er iemand doodgaat, maar rouw van verlatenheid. En mijn lichaam reageerde daarop, dus ik moest daar tijd aan besteden. En dat was een jaar ongeveer dat ik veel heb geschreven. Veel heb gehuild. Veel waaroms naar God heb gestuurd. En veel met hem doorworsteld heb. En waar ik ook toch ook weer uitkwam. Wat eigenlijk mijn lifestyle al was, en dat is vergeven. Alleen nu een nieuwe gradatie. Ook met deze pijn vergeven. Dat is niet makkelijk. En toch liet God mij het zien. En kon ik het daarmee oplossen? Nee. Maar ik kon wel in liefde naar ze kijken. Na dat jaar gebeurden er weer nieuwe beproevingen, maar toch kwam ik er doorheen. En wat ik merkte, de lifestyle van liefhebben kwam ook in deze gradatie tot mij. He, dus ik zag ook een beeld op een gegeven moment van verzadigde grond. Van grond wat God liet zien. Dat als dat verzadigd is, dan ontkiemt er pas een nieuw plantje. En dat nieuwe plantje, dat was vergeving, maar ook vooral liefhebben. Liefhebben van de ander. En iedere dag opnieuw. Dat is niet even één keer, maar iedere dag opnieuw. Vanuit vergevingsgezindheid ontstaat liefde. En die liefde is vooral dat je geliefd wordt door de Vader. Dat is het, denk ik, vooral. Geliefd worden waaruit je de ander lief gaat hebben. Dan krijg je de focus op de toekomst in plaats van naar dat wat je is aangedaan. Ik spreek heel veel mensen die dat niet doen. Die geen erkenning geven aan hun verdriet. En als je dat niet doet, dan blijf je hangen. Dan blijf je hangen in wat jou is aangedaan. Maar ook, je blijft hangen in een situatie waardoor er geen nieuwe kansen ontstaan. En die heb ik zelf wel ontdekt. Ik ben gaan groeien. Ik ben ontwikkeld. Ben in de vrijheid gekomen, maar ook in de verdieping in het geestelijk leven. Dus dat is wat vergeving met je doet. En ik weet dat er nog heel veel moeilijke dingen gaan komen, want het heeft nog helemaal geen herstel opgebracht. Maar ik ben er wel klaar voor. Dat je iedere dag, ook in mijn werk, iedere dag als je weer geconfronteerd wordt met je eigen gebroken situatie, mag laven bij de liefde van Jezus. Dat is gewoon het grootste waardoor ik een rijk mens ben, ook al moet ik heel veel missen. Ik zou een ander die zoveel pijn heeft, zou ik zo gunnen dat diegene mag schuilen bij God als vader, echt als vader. En dat hij dan mag leren kennen de liefde van vader. En dat je geliefd bent. En in die setting van vertrouwen, want dat is een vertrouwenssetting, mag je huilen. Mag je komen met je tranen. Mag je iedere keer opnieuw komen. Want vergeving is niet dat het iets oplost, maar dat is een voortdurend proces. En dat is een schuilen bij de Hemelse Vader, keer op keer.
Ja, Lise, dank je wel. Wat heb je dit mooi verwoord en ook zo raak. En ik zie ook dat het jou raakt. Hè? Dat je nog tranen in je ogen hebt bij het kijken naar dit filmpje, je getuigenis. Hè, wat ik zo mooi vind wat je ook zei, hè? Dat het niet in één keer over is. Maar elke keer, elke dag opnieuw heb je weer die keus om weer opnieuw te vergeven. En het gaat steeds een stukje dieper. Hè? En wat ik zo mooi vind waar je mee afsloot is, vergeven is voor jou schuilen bij de Vader. Hey, ik moest zo denken aan een tekst die gaat over David. In een van de psalmen zegt David, weet je, het is geen vijand die mij schaadt. Het is geen vijand, want dat kan ik dragen. Dat is minder erg. Het is niet een verre afstandeling, maar het is iemand van dichtbij. En dan zegt David, het is niet een vijand die me schaadt en me smaadt, maar mijn vriend. Mijn vertrouwelingen, met wie ik samen aan één tafel heb gezeten, met wie ik samen heb gegeten, voor wie ik mijn hart heb geopend. Want dan komt het harde binnen. En ik denk die keuze die je dan hebt, die keuze om het dan los te moeten laten, die keuze om dan het recht op vergelding los te laten. Weet je, op het moment als jij het loslaat, pakt God het op, zodat hij zijn werk in die persoon kan doen. En wat ik zo mooi vond uit het verhaal van Lise is ook dat je zegt, op een gegeven moment kom je op een punt terecht dat je eigenlijk ook voor die persoon gaat bidden. Dan is die wraak, dan is die angel eruit. Vergeving helpt dat het je mild maakt. Dat je diezelfde genade die God voor jou heeft, die Jezus voor jou heeft, dat je die ook kunt toepassen op een ander. Dat je met mildheid gaat kijken. Niet met mildheid naar de zonde die is gebeurd. He, zonde is zonde. Maar met mildheid naar de persoon gaat kijken die waarschijnlijk zelf ook een verleden van pijn heeft. Het heeft mij heel erg geholpen. Op een gegeven moment hielp het mij zo om te denken, weet je, ouders maken fouten. Ik ben zelf ook een ouder en ik maak fouten. Ik doe niet alles vlekkeloos. En we kunnen treuren en we kunnen boos zijn en haat koesteren en noem maar op en wrok en bitterheid over wat we niet hebben gehad van onze ouders. Maar op een gegeven moment, na de vergeving, ben ik gaan kijken en dacht ik, wacht even. Ik ben zo vaak bezig met alles wat er niet was. Maar zij hebben mij gegeven wat zij hadden. Meer hadden zij zelf niet in huis. Weet je dat dat genezend voor je is? Dat dat olie is voor je wond als je denkt van, ja, jullie komen ook ergens vandaan. En jullie hebben ook een tekort gehad. Jij hebt ook een tekort gehad. Ik heb ook een tekort gehad. En als ik weer iets aan mijn kinderen doorgeef, dan is dat ook vanuit mijn tekort. Daarom heb ik die genade nodig, elke dag. Daarom heb ik die vergeving nodig, elke dag opnieuw. En vergeving is een proces. En het is niet in één keer klaar. Het is een werkwoord. Het is net als het vernieuwen. Vernieuwen van denken is een werkwoord. Vernieuwen van gevoel is een werkwoord. Het vernieuwen, het stopt nooit. Het is nooit een keer klaar. Elke dag maak je weer dat besluit. Ik kies ervoor om opnieuw te vergeven. En stel dat iemand jou gewond heeft gemaakt. Stel dat je verwond bent geraakt door opmerkingen. Stel dat je verwond bent geraakt of verwaarloosd bent geweest. Stel dat je niet hebt gehad waar jij zo naar hebt verlangd. Wraak nemen geneest niet. Dat maakt je wond alleen maar dieper. Vaak denken we dat geeft een goed gevoel. Nee, dat geeft geen goed gevoel. Het maakt je wond alleen maar dieper en het besef van wat je tekort komt. Vergeten helpt ook niet. En dat is hetzelfde als onder het vloerkleed stoppen en doen alsof het niet bestaat. Dat helpt ook niet. Bitterheid koesteren helpt ook niet. Het zet je gevangen. Emotioneel zet het je gevangen. Dan blijft er nog maar één optie over. En dat is vergeven. De moeilijkste optie, maar wel de beste optie. Want het zet je vrij. En zo heeft God het bedoeld. Hij zegt, laat los. Laat los. Laat ook die wraak en die vergelding, laat het los en geef het aan mij. Zodat ik verder kan gaan met die ander. Hè? Ik begon er al mee. Door vergeven bevrijd je niet die ander uit de gevangenis. Misschien wil die ander niks met jouw vergeving te maken hebben. Maar het zet jou vrij. Het zet jou vrij. En dan loop je als een gevangene naar buiten. En net als Nelson Mandela, kun je ervoor kiezen om niet langer die vergeving je te laten vasthouden. Om niet langer in die greep te blijven. Maar om te zeggen, Heer, ik vind het heel moeilijk. En ik kan het niet alleen. En het doet heel erg zeer. Maar ik kies ervoor om op dit moment
uw genade aan te nemen. Ik kies ervoor om die persoon te vergeven. Ik wil wat aan je vragen. Misschien zit je hier. En terwijl ik aan het spreken ben over vergeving, komen de namen in je op. Denk je, ja, maar wacht even. Ik heb eigenlijk nog nooit die ene persoon vergeven. Of misschien denk je wel, ik heb nooit mezelf vergeven. Dat kan ook een hele hardnekkige zijn. Dat je iets hebt gedaan en dat je je daardoor buiten de genade van God hebt geplaatst. Maar denk even weer aan dat kanskaartje. Hij zegt, het is niet te laat. Je hoeft je nooit buiten die genade te plaatsen. Want ik geef het jou. Gratis om niet. Hè? Het ziet eruit alsof het goedkoop is. Gratis, maar het is niet goedkoop. Het heeft hem alles gekost. Maak dan vandaag een nieuw begin. En als je dat wil, wil ik je uitnodigen om je ogen te sluiten. En dan wil ik heel graag het gebed van vergeving met je bidden. Vergeving, je hoeft niet langer gevangen te blijven van je verleden. Maar hij opent de deur naar je toekomst. En laat die toekomst je niet afnemen door wat er in het verleden met je gebeurd is. Als je dat wil, en ik spreek ook de kijker thuis aan. Als je dat wil, zeg me dan na. Ik zal het voorbidden en je mag het nabidden. Het gebed van vergeving. Lieve Vader God. Ik verklaar dat ik hier sta als kind van God. Door het offer van Jezus aan het kruis. Met zijn bloed heeft hij betaald voor al mijn zonden. Ik kies ervoor om te vergeven. En ik wil even stoppen daarbij. Ik kies ervoor en denk maar even aan die namen die er nu te boven komen. Ik kies ervoor en maak het maar specifiek voor je. Om nu mijn vader te vergeven. Om nu mijn moeder te vergeven. Ik kies ervoor om mijn zus te vergeven. Om mijn broer te vergeven. Ik kies ervoor om die man te vergeven. Ik kies ervoor om de voorganger te vergeven. Ik kies ervoor om mijn buurvrouw te vergeven. En in jezelf mag je die naam noemen. Voor wat hij of zij me heeft aangedaan. Zeg me maar na. Voor wat hij of zij mij heeft aangedaan. Waardoor ik me zo gewond voelde. Ik kies ervoor om mijn bitterheid. Mijn haat. De woede. En de onvergevingsgezindheid. Nu los te laten. En om de dader niet langer voor mijn pijn verantwoordelijk te houden. Ik geef u hierbij mijn pijn. En mijn verdriet. En ik vraag u om die helemaal weg te nemen. En te genezen. Ik vraag u mij te reinigen. Van alle negatieve gedachten. En gevoelens. En van mijn gedrag. Wilt u mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam reinigen? En Heilige Geest, vul mij nu opnieuw met uzelf. Dank u dat ik onder de bescherming van uw bloed ben. En de zegel van de Heilige Geest mag dragen. Amen. En weet dit, het offer van Jezus bedekt al onze zonden. Het offer van Jezus is genoeg om jou vrij te zetten. En de sleutel geeft Hij je in handen als jij Hem volgt, Hem vertrouwt en durft te vergeven. Toen Jezus een man sprak die al 38 jaar ziek was en heel graag genezen wilde worden, vroeg Hij hem of hij gezond wilde worden. Dit staat in Johannes 5. Dat lijkt een rare vraag waar geen compassie uitspreekt, maar dat is niet zo. Ergens naar verlangen kost geen echte inspanning, maar om het te verkrijgen moeten er vele obstakels overwonnen worden. Zonder inspanning of vastberadenheid is er nog nooit iets waardevols verkregen. Als je dus van binnen verwond bent en je naar genezing verlangt, dan moet ik je vragen of je echt gezond wilt worden. Want hoe lang of hoe pijnlijk je weg naar genezing ook zal zijn, het zal uiteindelijk de blijdschap over je vrijheid waard zijn. God staat klaar om je te helpen. Ben jij er klaar voor om te genezen?